Waarom vinden sommige mannen te veel make-up ja, bijna niet altijd leuk of zo? Ja, omdat make-up is eigenlijk, ik zie dat als een soort art, dus kunst. En je doet het op je gezicht om kleuren te maken, om iets te accentueren. Maar in principe denk ik dat mannen heel anders naar vrouwen kijken dan vrouwen kijken naar make-up en hunzelf. En zien dat gewoon als een bepaald iets op het gezicht, weet je wel. Van, oh, er zit wat, weet je. Oh, wat een rare wimper, of weet je wel. Ze zien dat gewoon heel anders, denk ik. Maar ik vind make-up wel mooier. Ja, maar jij bent mij nu gewend aan het raken met dit. Maar in het begin, ik weet nog in mijn klas, er waren jongens die dan meisjes zagen op telefoon en dan zo! Je hebt veel make-up op en ze had alleen rood lipstift op of zo. Ja. Dan denk ik gewoon van, wat is dat, weet je wel? Dus mannen... of wimpers, weet je. Dan denk ik ze schrokken ervan. Ja. Maar wat moeten mannen dan weten en jongens weten over make-up? Dus onder andere dat het gewoon eigenlijk kunst is, die ze nog niet begrijpen. En wat nog meer? Ja, er zijn ook mannen die het mooi vinden. Dus het is echt smaakgericht. En als jij dat leuk vindt, dan vind jij dat leuk. En als diegene dat niet leuk vindt, dan ben jij gewoon niet de type. Ja. Het leuke vind ik aan jou met make-up en zonder make-up, is dat ik twee vriendinnen heb. En ik denk dat ware liefde is wanneer je dat gewoon accepteert. En sommige vrouwen die lijken veel anders met of zonder make-up en andere iets minder. Ja. Maar ik denk niet dat dat zo boeiend is. Ik, zeg maar, als jongetje dacht ik altijd, oh, die vrouw ziet er veel anders uit zonder make-up. Oh, uitlachen. Ja. Maar het is gewoon de wereld van make-up snappen mannen dat niet. Dat is de kunst. Het is de kunst dat jij jezelf... kan transformeren als... Ja, natuurlijk moet je wel bij jezelf blijven. Dus je bedoelt je schoonheid accentueren met make-up? Ja.